Goedemiddag, het is woensdag 23 november 2016 en dit is het nieuws van 1. Er moet een regel erbij komen in de wet op staatsschuld waarbij er rekening wordt gehouden met de terugval van de economie, zoals dat nu het geval ook is. Dat zegt DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons, die gisteren te gast was in het programma Achter het Nieuws. Door het parlement is er constant overleg met de regering hierover. Ze vindt het een beetje ongelukkig dat er nu reeds wordt gesproken over het verhogen van het leningenplafond van de regering, terwijl daar nu helemaal geen sprake van is. Er staat in de wet op de staatsschuld dat als de regering het leningenplafond wil overschrijden, dan moeten ze naar de Nationale Assemblée met die lening. Dat staat er al lang, maar ik denk dat de regering meer heeft gekeken naar de richting van we zitten nu in een vraagstuk, volgend jaar, dat leg ik straks uit, gaan we nog een ander vraagstuk hebben, het leningenplafond verruimen is waarschijnlijk de kortste weg. We hebben gekeken daarnaar en met de regering overleg gepleegd, want wij in het parlement hebben gezegd van nou, we zien dat niet zo nodig om dat te doen, we denken dat het ook beter is dat het plafond daar blijft. Maar we vinden wel dat de regering de ruimte moet krijgen om de dingen die gedaan moeten worden te doen. En we zitten in een economische crisis op dit moment met heel weinig inkomsten. Dus de regering zal waarschijnlijk één of meerdere leningen moeten sluiten. Bepaalde van die leningen hadden ze al aangekondigd vorig jaar toch? Met de IMF? Nee, dit jaar met IMF. Ja, die zijn er gewoon. Die zijn als het ware al kant-klaar om erop te gaan trekken. Dus we zullen daarnaar moeten kijken. Het enige verschil is, die leningen die de regering nu moet gaan tekenen, daarvoor moeten ze naar het parlement komen. En de wijziging van de wet op de staatsschuld is daarvoor niet nodig. Dat hebben we dus kunnen zien. En de regering is daarmee akkoord gegaan. Ik verwacht dus nu wetten waar die leningen in staan. Ja. Dat ze naar het parlement komen, zodat we ze kunnen bespreken en goedkeuren. Bij de bestudering van de wet op de staatsschuld echter, hebben we toch wel dingen gezien die we liever direct ook kunnen wijzigen. Er zijn twee dingen. Eén is dat bij de toestemming die de regering heeft om naar het parlement te komen met leningen, kun je nog wat aantekeningen plaatsen om toch wel te richten erop dat het voor crisissituaties is of voor bijzondere ontwikkelingsmogelijkheden. Daar moet over gediscussieerd worden. Maar een ander ding is niet in, in de wet op de staatsschuld opgenomen. Namelijk, wat gebeurt er als je een terugval hebt in je economie, zoals we zo ongeveer eens in de 20 jaar, geloof ik, als ik het zo ruwweg mag schatten, hebben. Als je terugvalt, als je een negatieve groei hebt, dus je bruto nationaal product gaat omlaag, wat gebeurt er dan? Want weet u wat er dan aan de hand is? Je hebt een bepaalde hoogte van je staatsschuld en hier is je leningenplafond, dus je bent goed. Maar nu gaat je bruto nationaal product omlaag. Dus je leningenplafond gaat ook omlaag. Nog een jaar gaat die omlaag en je leningenplafond gaat omlaag. Dus al doe je niks, komt je leningenplafond onder je schuld te zitten. En dat mag niet volgens de wet. Maar je kan ook niet zeggen dat iemand dat heeft gedaan. Dat komt door het dalende plafond. Ja. En daar moet je een voorziening voor treffen. Dus dat gaan we ook doen. Het heeft niet zo'n haast, maar omdat we eenmaal ermee bezig zijn, denk ik dat we dat liever voor volgend jaar doen. Want dat is wat de minister uitlegde. Dat is precies wat er volgend jaar gaat gebeuren. En nog niet dit jaar. Nee, men heeft zich ook vergist om te zeggen dat het al zo is. Maar ons leningenplafond wordt berekend op het bruto nationaal product, logisch, van afgelopen jaar. Ja. En die wordt op de koers weer van 31 december berekend, 2015. Dus wanneer die van 2016 berekend wordt, zal het ongeveer augustus 2017 zijn. We weten nu al, we zien nu al dat het lager gaat zijn en we weten dus wat er gaat gebeuren, dat het plafond omlaag gaat en het leningenniveau eruit gaat steken. Dus je moet nu bij wet een goede oplossing daarvoor vinden. Je kan natuurlijk het plafond gaan verhogen, maar je kan waarschijnlijk ook andere dingen doen die ons helpen, ook in de toekomst als er ooit zoiets gebeurt, om het op een correcte wijze op te vangen. Om onze lokale ondernemers te ondersteunen, zouden Surinamers moeten kiezen voor het Surinaams product. Dat zegt Vanessa Grootvam van Rosanna Salvation. In het kader van 41 jaar onafhankelijkheid spraken we deze jonge onderneemster die al 5 jaar bezig is in de cosmetische industrie.
Onder de naam Queen Fans heeft ze nu ook haar eigen cosmetische lijn ontwikkeld, waar met trots Made in Suriname geplaatst kan worden. En mijn haarolie wordt van knoflook gemaakt. Mm. Omdat knoflook een zeer belangrijke, elementen in heeft, stoffen, die kan maken dat de haargroei terug gestimuleerd wordt. Want soms heeft men last van HDAT. En HDAT is een hormoon die de haarzakjes aantast zodat je een groeicyclus krijgt. En als die groeicyclus komt, schuift de DHT, de haarzakje, naar de opperhuid, waardoor je haar fijner en dunner wordt en het smelt onzichtbaar weg. Maar haarolie kan het stimuleren. Dus haarolie kan het stimuleren. Ja. En daar krijgen we dus voornamelijk in knoflook. Ja, dat is eigenlijk als knoflookolie. Ja. Mooi. En je hebt andere dingen. Ik ben een man. Ja, een haarshampoo. Shampoo. Ja, is ook gemaakt van knoflook, aloe vera. Het is gemaakt van Redigado Dede. We kennen ook Redigado Dede. En die stimuleert enorm ook de groei. Omdat de groei afhankelijk is van de conditie van je hoofdhuid. En dat is belangrijk, maar shampoo stimuleert dat ook. Ja, ja. En dat daar moet streed zijn? Nee. Wat? Oké. Okay. Er is een haarleaf in. Ja. En vaak we gaan natural en dit is ook voor alle haartypen. En vaak zeggen we, wat moet ik met mijn haar doen? We zitten daar, allerlei dingen. Maar dit zijn natuurlijke oliën die, die ik eigenlijk samen bij één heb gemaakt om een leave in te maken. En het is echt smooth. Ja, echt smooth. Ja. Nu wil ik weten van u, een aantal haarproducten zijn er. Geef dat ook aan van nou, we hoeven een aantal dingen, ook als het daarom gaat, vooral voor degene die er goed uit wil zien. Ja. Een aantal van die dingen hoeven we dus niet meer te importeren. Ja, we hoeven het niet meer, omdat we hier zowel gestabiliseerde jongeren hebben die bezig zijn met maken van producten en zo. En come on, ik sta hier. Ja. En ik vind wat we niet hoeven uit te geven om te laten importeren, kunnen wij zelf hier met onze grondstoffen maken zodat we eigenlijk geld behouden, begrijpt u? En dat ze ons ook eigenlijk stimuleren van, want het is een massaproduct die komt naar hier. Ja. We weten niet wat voor chemicaliën erin zitten. Ja. En als wij zelf iets van Suriname kunnen maken en het op de markt brengen, dan vind ik het wel belangrijk dat we elkaar ondersteunen. Okay. Door de CARICOM heeft ze ook een traject doorlopen waardoor ze internationaal kan doorbreken. Ik ben in aanmerking gekomen door naar het buitenland te gaan via CARICOM. Ja. En ze hebben eerst een labeling gedaan in Trinidad. Daar hebben we trainingen gekregen hoe je moet managen, hoe je je boekhouden moet doen, hoe je je businessplan moet doen en hoe je labeling zou moeten doen. Ja. Via welke organisatie is dat gegaan? CARICOM. Ja, CARICOM. Ja. De Caribbean Development Bank ook daarbij betrokken? Nee, nee, nee. Oh. Gewoon de CARICOM. Ja. Okay. En hun hebben ons enorm geondersteund. Ik heb Suriname kunnen uitdragen. En daarna hebben ze ervoor gekozen om ons naar Cayman-eiland te sturen. Ja. En ik was like, wow. Weet je, en ook zou je bijvoorbeeld geen Engels al zodanig kunnen. Mm. Wanneer je opportunity krijgt, moet je ernaartoe grijpen. Wanneer je daar zo bent, komt het vanzelf. Ja. En dat is ook de boodschap vandaag. Ja. Wanneer je de opportunity krijgt, de gelegenheid krijgt, dan moet je het benutten. Ja, helemaal. Ja. En toen ben ik naar Cayman-eiland geweest met een aantal jongere ondernemers van een aantal landen. Ik was er alleen van Suriname. En daar moesten we grote investeerders interesseren om ons product te kopen. En het was geweldig. Het is echt geslaagd, omdat men nog steeds hebben ook gemaild. Eentje heeft zelf gebeld tot naar Suriname. Ja. En ik zei van, kijk, weet je, ik wil alles van me goed op orde zetten. Ja. Zodat wanneer ik begin, moet ik niet eindigen. Ik moet eindigen tot wanneer ik er niet meer ben. We gaan over naar ons buitenlands nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Amerikanen die tijdens de feestdagen naar Europa gaan voor mogelijke aanslagen. Ze moeten extra voorzichtig zijn tijdens de grote evenementen zoals festivals. Dat staat in een officieel reisadvies. Ook dient extra te worden opgelet bij het bezoeken van drukke toeristenattracties en het gebruik van het openbaar vervoer. Restaurants en hotels worden ook aangemerkt als risicovolle locaties. Reizigers wordt geadviseerd om het lokale nieuws in de gaten te houden, contact te onderhouden met familieleden en rekening te houden met extra veiligheidsmaatregelen.
Volgens het ministerie bestaat er reden om aan te nemen dat terreurbewegingen Islamitische Staat, IS, en Al-Qaeda van plan zijn om aanslagen te plegen met weinig tot geen waarschuwing vooraf. Europa is nog steeds niet veilig, aldus de verklaring, vanwege aanslagen die het afgelopen jaar zijn gepleegd in België, Frankrijk, Turkije en ook Duitsland. De Colombiaanse overheid en de guerrillabeweging FARC hebben maandag aangekondigd dat ze morgen in de hoofdstad Bogota het nieuwe vredesakkoord zullen ondertekenen, waarover ze op 12 november een akkoord hebben gesloten. De delegaties van de overheid en de FARC zijn overeengekomen dat ze het finale akkoord om een einde te maken aan het conflict en om een duurzame en stabiele vrede te krijgen in het land op donderdag 24 november zullen ondertekenen om 11 uur. Plaatselijke tijd in het Teatro Colón in Bogota. Aldus de onderhandelaars van beide partijen in een gemeenschappelijk persbericht. Beide partijen voegen nog toe dat het akkoord dat werd bereikt nadat de bevolking begin oktober tijdens een referendum een eerste akkoord verwierp, vervolgens zal worden goedgekeurd door het parlement. De onderhandelingen om tot een vredesakkoord te komen gingen bijna 4 jaar geleden van start. Het akkoord moet een einde maken aan een conflict dat meer dan 50 jaar geduurd heeft tussen de regering, rechtse paramilitairen en de linkse guerrilla-strijders, waarbij meer dan 220.000 mensen om het leven kwamen en miljoenen mensen op de vlucht sloegen. En in ons laatste bericht is in het Caribisch gebied de tropische storm Otto tot ontwikkeling gekomen. Hoewel de windsnelheden nu nog onder de 100 km per uur liggen, heeft hij de potentie uit te groeien tot een orkaan. Die kan, zoals het er nu naar uitziet, Nicaragua en het noordoosten van Costa Rica gaan bedreigen. Dat heeft het Amerikaans Hurricane Center, NHC, maandag bekendgemaakt. De voorspelling is dat Otto de komende 48 uur in kracht toeneemt en in de dagen daarna een orkaan kan worden, aldus het NHC. De storm ligt nu een kleine 300 kilometer ten zuidoosten van het land San Andrés en verplaatst zich maar heel langzaam. De kust van Midden-Amerika krijgt er op zijn vroegst morgen mee te maken. En dus met dit bericht hebben we het ook gehad voor deze uitzending. Blijft u afgestemd om 19:30, dan mag u kijken naar het avondjournaal. Nog een hele fijne dag toegewenst.